50i of 25p, PAL of NTSC, wat moet je daarmee? Dat en meer gaan we bespreken in deze video. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers en op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's. Dat doen we met superveel video's op dit YouTube kanaal, word vooral daar eventjes lid van. En daarnaast hebben we een website waar we ook superveel gratis artikelen met je delen. En we hebben daar online cursussen en word ook eventjes lid van onze nieuwsbrief daar. Dan mis je niks meer van alles wat we allemaal uploaden en publiceren. In deze video wil ik het gaan hebben over wat Grietje en ik onder elkaar maar de hele tijd achterhaalde cameratechniek noemden, omdat dit zijn technieken die ik wil bespreken met je, die je eigenlijk tegenwoordig niet meer zoveel tegenkomt. En als je ze tegenkomt, dan zit het in oude camera's of in oud materiaal waar je tegenaan loopt. En dat gaat dus over inderdaad bijvoorbeeld dat je 50i ziet staan in het menuutje van je camera. Of dat je kunt kiezen tussen PAL en NTSC. Of dat je pixelverhoudingen verkeerd hebt in je montageprogramma. Dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan kunt lopen en dat je dan denkt, hé, waar gaat dit over? En dat is eigenlijk, komt dat dus allemaal uit de videotechniek. En ik noem het nu even videotechniek. Ik bedoel, dit is natuurlijk ook een video waar je nu naar kijkt. Maar met video bedoel ik nu specifiek die tijd dat we op video filmden. Nadat je op filmcamera's met echt film draaide, kwam er op een gegeven moment video. En daar, ja, dat was gewoon een ingewikkelde techniek. En zeker in de tijd dat we het toen op computers gingen gebruiken. Daar kwam een heleboel ingewikkelde techniek bij kijken. Nou, in deze video wil ik je dat dus allemaal gaan uitleggen. En ondanks dat je het dus niet meer zo vaak tegenkomt, kan het dus best zijn dat je toch nog met een soort van overblijfselen daarmee te maken hebt. Omdat jouw oude camera daar nog mee werkt. Of omdat je in een montageprogramma soms ook nog, ja, ik zal het maar zeggen, resten hiervan tegenkomt. Dus dat zijn toch settings die je nog steeds kunt selecteren in sommige montageprogramma's. En als je dat net verkeerd doet, dan is het handig om te weten wat daar verkeerd gaat. En ik heb het er nou de hele tijd over dat het een beetje ingewikkelde techniek is die ik ga bespreken. Maar ik wil het ook weer niet ingewikkeld gaan brengen. En dat is het wel. Ik zal dus niet overal super diep op ingaan. Ik zal alles een soort van in de basis proberen uit te leggen, zodat je ongeveer weet wat het is. Mocht je er dan meer over willen weten, dan raad ik je aan om dat gewoon eens te googlen of op Wikipedia de artikelen erover te lezen. Want je kunt overal alles helemaal in detail van weten, maar is dat nou nodig? Ik vind het zelf niet eens nodig om dat allemaal te weten. Als je maar weet wat het ongeveer is, dat mocht je tegen een probleem aanlopen met zoiets, dan weet je waar je er meer informatie over kan vinden. En dan weet je ook ongeveer wat er aan de hand is. Dus dan kun je zo'n probleem makkelijk oplossen. De standaard tegenwoordig op YouTube, op televisie, is over het algemeen HD. Daar heb je vast wel eens van gehoord. HD is 1920 bij 1080 pixels. Dat is breed beeld, dat is eigenlijk waar je nu ook naar kijkt. Wij hebben onze video's op YouTube op HD-kwaliteit. En je hebt tegenwoordig ook groter dan HD. Je hebt bijvoorbeeld 4K, daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. Dat is 2 keer zoveel pixels, dus dat is nog groter. HD staat voor High Definition en dat komt eigenlijk uit de tijd dat ze dat High Definition vonden. Tegenwoordig vinden we dus 4K, is toch veel higher. Eigenlijk. 8K. 8K, ja joh. De tijd gaat zo snel dat misschien als je deze video kijkt, dan zitten we al op 12K als standaard. Maar op dit moment dat we deze video maken, is HD toch nog wel de standaard, ondanks dat 4K al een hele tijd beschikbaar is. Maar wij ook, we nemen wel op in 4K, maar we zetten het op YouTube op HD, omdat het over het algemeen is dat gewoon prima. Maar toen HD net nieuw was, toen was het dus ook echt high definition. En in die tijd was dat nog best wel high voor veel camera's en televisies. Dus niet alle apparaten konden meteen die enorme hoge kwaliteit van 1920 bij 1080 pixels aan. Dat was gewoon te zwaar. Dus om dat een soort van in stappen geleidelijk mogelijk te maken, ontstond er nog een format en dat noemden ze dan HD. Ja, ik heb het nu al de hele tijd natuurlijk over HD. Dus wat is nou het verschil? Nou, je had HD. Dat was dan stiekem 1280 bij 720, dat noemden ze dan HD. En dan de 1920 bij 1080, dat was dan Full HD. Ja, dat was dus eigenlijk gewoon een soort marketingtermen werden daar gebruikt. Zo van, ja, deze televisie die is gewoon HD. Maar dat was dan eigenlijk 1280 bij 720 pixels. Omdat die televisie maken met een hogere pixelaantal, dat was gewoon nog moeilijk, dat was duur om tv's goedkoper te verkopen. En camera's maakten ze gewoon de pixelaantal wat erin zat wat kleiner, wat minder. En noemden ze dat gewoon HD, waardoor de echte HD, die moest dus een nieuwe naam krijgen. En dat noemden ze dus Full HD.
In die tijd had je ook nog wel televisies en camera's die dan HD-ready werden genoemd. En ik denk eigenlijk dat dat ook 1280x720 was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In elk geval was het niet Full HD. Dan noemden ze het gewoon HD-ready, want eigenlijk wilden alle fabrikanten vooral HD erop zetten, want dat verkocht. Mensen wilden HD-beeld. Dus ja, als het dan nog niet helemaal mogelijk was, of nog te moeilijk of te duur om te maken, dan ga je gewoon andere termen bedenken die net iets anders betekenen. Tegenwoordig zie je hier nog steeds wel overblijfselen van. In sommige telefoons kun je namelijk bijvoorbeeld kiezen tussen HD of FHD. En die FHD is dan dus Full HD. En de gewone HD is dus kleiner. Dus die 1280x720, die eigenlijk de gewone HD is en niet de Full HD, die kom je nog steeds tegen op sommige apparaten. Dus mocht je dat in jouw menuutje van je camera of van je telefoon zien, dan weet je dus dat HD is kleiner, minder pixels dan Full HD of FHD. En dit geldt dus alleen maar op het moment dat ze die keuze hebben tussen HD en Full HD. Op het moment dat je alleen maar HD ziet staan, dan weet je eigenlijk niet wat jouw camera daarmee bedoelt. Dan kan het zijn dat die HD 1920x1080 betekent, want dat is eigenlijk HD. Maar het kan ook zijn dat het 1280x720 is, omdat jouw camera gewoon maar één instelling heeft, of jouw telefoon. En de fabrikant van dat apparaat, die vond dat HD, die wilde niet nog een andere optie geven, dus die heeft het gewoon HD genoemd. Als je dus niet duidelijk ziet in het menu van je camera of je telefoon wat het nou precies is, dan kom je erachter door gewoon te checken hoeveel pixels het zijn. Soms kun je dat zien als je in de settings kijkt, en anders moet je een clip die je hebt opgenomen in je computer doen, en dan kun je het daar zien hoe groot het is. We hadden het net over HD, en HD is eigenlijk altijd breed beeld geweest. Dus dat is de afmetingen eigenlijk die dit beeld ook heeft. Ja, breed beeld noemen we dat. 16:9 is de beeldverhouding. Heel soms zie je zelfs nog breder, dat is 21:9. Ik zal eventjes dit beeld nu 21:9 maken. Dat is eigenlijk... Je zit een gietje boven te zeggen. Terwijl ze het helemaal niet ziet hier. Ja, dat is leuk. Is weer de montage. 21:9, wat je nu ziet, dat is eigenlijk een beetje het bioscoopformaat. Dat is gewoon extra breed en dat is inderdaad, geeft het een beetje een wow gevoel. Omdat het gewoon, dat is wat we kennen van de films. Dus als je video 21:9 maakt, ja, dat ziet er gewoon tof uit. Maar de standaard is dus 16:9 en dat is eigenlijk zo sinds dat er HD is. Vlak voordat er HD kwam hadden we wel al breed beeld, maar die was toen kleiner. Namelijk SD. Want HD, ik zei net al, dat is high definition. Maar voordat je high definition had, ja, dat high, dat is natuurlijk gebaseerd op iets wat daarvoor kwam. Namelijk toen het nog niet high was, maar standaard. Dat was standaard definition, ofwel SD. En SD had ook een breed beeld, namelijk SD 16:9. En het aantal pixels van SD breed beeld was 1024x576 pixels. Dat was SD breed beeld. Maar voordat je SD breed beeld had, was SD over het algemeen 4x3. En dat is dit formaat. Ik zal dat ook even nu 4x3 maken. En dan is het niet wow, maar dan is het... Dit herken ik. Van vroeger. Van Friends. Van vroeger. Toch? Vroeger was... Ja, Friends was altijd wel inderdaad in 4x3. In het begin. Op een gegeven moment hebben ze het breedbeeld gemaakt. Je kunt soms het wel omzetten naar breedbeeld met trucjes. Maar in elk geval, 4x3 was de standaard heel lang. Toen ik op school zat op de HKU, toen was 4x3 nog de standaard. Ik weet nog dat iemand op een gegeven moment tegen me zei, hey Rizky, je moet tegenwoordig wel een breedbeeld filmen, want dat is... You know, iedereen gaat naar breedbeeld. Dus wat zit je nou nog op 4x3? Dat ik dacht, hoezo? 4x3 is toch prima? Nee, ja. Op een gegeven moment gaan we door met de techniek en dan wordt het breedbeeld. En nu denk ik, nee, geen SD. Of geen 4x3 SD dus. Want, nou ja, nee, op een gegeven moment wil je naar breedbeeld. Maar 4x3 was op een gegeven moment de standaard en 4x3 SD was de standaard. Nou ja, de 4x3 SD, dat ken je dus waarschijnlijk wel. Je hebt het vast wel eens op tv gezien bij oude tv-programma's, dat die afmetingen hadden. En je ziet het soms ook op YouTube, als er oude programma's op YouTube terecht zijn gekomen. Dat je inderdaad ziet, de kwaliteit is wat minder. En dat is gewoon omdat het ook SD was. Het had dus ook minder pixels. En als je dat nu op YouTube ziet, ja, dan zie je wel dat verschil. Je ziet trouwens nu ook wel weer eens dat mensen weer 4x3 gaan filmen, omdat het dan cool is of zo. Dat is retro. Nou, ik heb nog steeds iets van, 4x3. Gaat er niet, maar hoezo is dat nou weer hip? Nou ja, mocht je weten, vind jij dat leuk? Hou je van 4x3 draaien tegenwoordig weer? Laat vooral even een reactie achter hier in de comments. Ik ben heel benieuwd waarom je dat dan leuk vindt. Want ik denk gewoon vooral, ja joh, dat was zo ergens tussen 2000 en 2010 hadden we dat. En in de jaren 90 en zo. Nee, ik ben er geen fan meer van. Maar je ziet het dus nog wel eens voorbij komen en zelfs dus weer blijkbaar herleven.
Wat ook nog leuk is om erbij te zeggen is dat tv's vroeger... Ja, ik weet niet hoe oud je bent, jij degene die hier nu kijkt... en of je in de jaren 90 een tv had... maar toen waren tv's altijd ook 4x3. Die waren ook ja, die afmetingen. Want dat was gewoon de standaard heel lang in televisieland. In de tijd dat video nog 4x3 en SD was, werd er ook gefilmd op tapes. Ik heb er hier nog een paar van uit de tijd dat ik nog studeerde, want toen draaiden we op dit soort tapejes. Dit zijn dan mini-DV-tapejes, daar heb ik heel veel mee gewerkt. Maar je had nog een heleboel andere soorten tapes. Je had ook Hi8 en Betacam en Betamax. Er werd op allerlei soorten formaten tapes gedraaid, want de ene soort tapes was natuurlijk ook weer beter dan het andere. Volgens mij draaiden ze voor televisie bijvoorbeeld op Betamax. Maar ik weet dat niet helemaal het fijne van, want ik heb nooit in die tijd voor de televisie gewerkt. Eigenlijk zijn dit soort tapes vergelijkbaar met cassettebandjes waar vroeger muziek op werd geluisterd. Maar ja goed, als je eigenlijk niet die tapes kent, dan ken je cassettebandjes wellicht ook niet. maar in elk geval, toen ik op school zat, toen hadden we nog die tapes. En ik weet nog dat mijn afstudeerfilm, dat was in 2007, die werd gedraaid op een camera die een interne harddisk had. Dus het werd opgenomen op een schijfje. En dat was nieuw in die tijd. Dus ik weet nog dat ik dat heel spannend vond. En dat we dat allemaal spannend vonden van, oh jee. Maar als we dat dus ingeladen hebben dan in de computer, daarna worden die schijven weer gewist. Dus dat is een soort van eng. Want die tapes, ja, eigenlijk vind ik ze inmiddels minder betrouwbaar. Want tapes, die vergaan een beetje, net als oude videobanden. En als je die dicht bij een magnetisch voorwerp houdt, dan worden ze gewoon gewist, weet je. Dus tapes zijn eigenlijk onbetrouwbare dingen. Maar het voordeel was weer dat je gewoon voor elke project gebruikt je gewoon nieuwe tapes. Dus je kon altijd nog weer... Kijk, ik heb hier ook nog nu die oude tapes, waar nu nog steeds oude dingen op staan. Dus hier staat Jozef Orkest staat hier nog op. En hier staat Good To Be op. Weet je, dat zijn nog oude dingen. Oud materiaal, wat ik nog steeds zou kunnen inladen als ik het nog ergens mee kan afspelen. Dus dat is ook wel weer fijn, dat je eigenlijk je materiaal altijd bewaart. Met tegenwoordig hebben we dus diskjes in de camera. Weet je wel, ik zal eventjes eentje erbij pakken. Gewoon hier zit er natuurlijk eentje in. Kijk, tegenwoordig werken we natuurlijk met kaartjes in camera's. En hoewel je daar meerdere van kan hebben, is het toch wel zo dat ik heb daar niet een eindeloze voorraad van. Dus als ik dat materiaal van zo'n kaartje in de computer heb gestopt, dan wist ik die kaart weer. En dat is iets wat je met tapes over het algemeen niet deed. Je kon het wel doen hoor. Je kon gewoon een tape terugspoelen naar het begin en dan opnieuw eroverheen opnemen. Maar dan werd die kwaliteit altijd al heel snel veel minder. Dus dat deden we over het algemeen niet. Op deze tapes kon je verschillende soorten formaten draaien. Je kon natuurlijk gewoon HD erop draaien of SD. Net wat jouw camera waarmee je dit gebruikte, wat die kon. Dit is het cameraatje waar ik dit soort tapes mee gebruikte trouwens. Dus die kan ik nog steeds gebruiken om ze mee af te spelen als hij het nog doet. Geen idee eigenlijk. En als je dan zo'n tape wilde inladen op de computer, dan moest je dus je camera aansluiten of een tape deck die je dan los aan de computer hing en daarmee het videomateriaal inladen. Wat dus betekende dat je het moest afspelen, echt, op het apparaat. En dan ging het in de computer, werd dat dan ook afgespeeld. Dus eigenlijk was de computer dan een soort monitortje geworden. En dan, terwijl die het afspeelde, ging die het dan capturen, zoals die dat dan noemde. Dus het inladen duurde soms ook best wel lang, want als je een uur lang gefilmd had, dan moest die dus een uur lang capturen. Tegenwoordig met die kaartjes gaat het over het algemeen een stuk sneller, dus dat is best wel fijn. De meeste montageprogramma's hebben tegenwoordig nog steeds zo'n mogelijkheid om video capture te doen. Dat zit er vaak nog steeds in, dat heet inderdaad capture of inladen. En dan kun je dus nog steeds zo'n apparaat aansluiten waarmee je tapes kunt capturen. Omdat er nou eenmaal nog steeds mensen zijn die dit soort oude camera's hebben, die oud materiaal hebben op tapes en je wil dat dus nog steeds kunnen doen. Dus je zou dit kunnen aantreffen in het montageprogramma waarmee je werkt. 24p is iets wat komt uit de tijd dat er nog heel veel op film werd gedraaid. En nog steeds is het zo dat de meeste films die voor de bioscoop worden opgenomen met grote echte filmcamera's, of die nou digitaal zijn of op film draaien, dat die 24p gebruiken. Dit betekent 24 beeldjes per seconde opnemen en afspelen als je het eenmaal ziet in de bioscoop. Dus 24 frames per seconde. Dat is ook de reden dat je het nog steeds aantreft op heel veel camera's. Dat je het soms op smartphones ziet, dat je het op dit soort camera's ziet. Omdat mensen vinden het mooi, want het is de manier waarop films worden geschoten. 24 beeldjes per seconde. Dus mensen hebben nog steeds zoiets van, ja, maar dat ziet er dus al snel filmisch uit als je draait met 24 beeldjes per seconde. Ja, dit is een beetje een discussiepunt. Er zijn heel veel mensen die dit vinden inderdaad, dat 24p dat filmisch is. Ik zelf weet dat niet zo goed. Ik heb ook wel eens op 24p gefilmd. Ik heb wel eens dingen op 24p gezien. Ik weet niet of ik nou echt per se het verschil zie met 25p. Want 25p is de standaard in Nederland. En ja, doe het maar eens. Ga maar eens iets 24p filmen en 25p en speel het alle twee af. En
nou ja, zie je dat verschil echt? In elk geval begin ik hierover omdat ik het dus wil hebben over die framerates. Over dat standaard in Nederland dat het eigenlijk 25p is of 25 frames per seconde. 25 fps. En dat is iets wat je vaak zult aantreffen in je camera of in je smartphone. Dat je op 25p of 25 fps kan filmen. Iets wat ook kan is bijvoorbeeld 30 of 50 fps. En dat zijn gewoon andere framerates. 50 fps, dat is iets wat je ook kunt gebruiken om te filmen. En dat is iets wat tegenwoordig een beetje ook weer hip is in Hollywood. Dat je dus op meer frames per seconde gaat filmen. Peter Jackson heeft het bijvoorbeeld gedaan voor The Hobbit. Die heeft hij op 48 fps opgenomen. Want de standaard in film is 24. Dus het dubbele daarvan is 48 fps. En hij vond dat dat dan extra mooi is. Dat je extra veel frames per seconde ziet. Daardoor wordt het beeld soepeler en loopt het lekkerder in elkaar over. Is wat hij zei. Het ding is natuurlijk wel dat als je dat op die manier filmt, dan moet je het ook op die manier kunnen afspelen. Het betekende dus dat voor de Hobbit films moesten bioscopen die dat op 48 fps wilden gaan afspelen, moesten allemaal nieuwe projectors kopen om dat op die manier te kunnen vertonen. En toen waren er mensen die zeiden, ja, dit ziet er veel te realistisch uit. Want zijn we niet aan gewend, kennelijk. En ik ben dan weer een beetje zo dat ik denk, ja, zie ik nou echt het verschil? Ik vind het allemaal een beetje overdreven. Maar ja, misschien ligt het aan mij. Ik weet het niet. Peter Jackson was er heel erg blij mee. En er waren mensen die 48 fps toch wel echt een stuk mooier vonden dan 24 fps. En dat is dus een reden om op 50 fps bijvoorbeeld ook te willen filmen. Het enige is dat als je dan hebt gefilmd op 50 frames per seconde, omdat je denkt dat is soepeler, dat is mooier, dan moet je dus wel ook een apparaat hebben die 50 frames per seconde kan afspelen. En dat is iets wat dan weer niet standaard is. Dus 50 frames per seconde filmen alleen maar omdat je dat mooier vindt, ik weet het niet of dat echt zin heeft. Omdat je het gewoon meestal niet kunt afspelen op die manier. 50 frames per seconde kun je ook filmen om slow motion mee te maken. Want je kunt die 50 frames per seconde natuurlijk dan vertragen tot 25 frames per seconde. En dan krijg je slow motion. Dus dat is een hele toffe reden om 50 frames per seconde te draaien. Check zeker eventjes onze video's over slow motion maken. Want die hebben we natuurlijk ook al een keer gemaakt. Die zullen we zeker linken onder deze video. Als we het dan hebben over framerates, dan moeten we het ook eventjes hebben over PAL en NTSC. Dat zijn dingen die je op je camera kan tegenkomen. En dan heb ik het over dit soort camera's of dit soort camera's. Op smartphones tref je het volgens mij over het algemeen niet aan. In elk geval, op ander soort camera's kun je dus in het menu vaak selecteren of je wil filmen op PAL of NTSC. En dat zijn videostandaarden eigenlijk. Die zijn verschillend op verschillende plekken in de wereld. Om het even makkelijk te maken. Nee dus. Naast PAL en NTSC heb je ook nog CCAM. En al die videostandaarden die zijn gebonden eigenlijk aan plekken in de wereld. In Amerika bijvoorbeeld draaien ze helemaal op NTSC. In Europa zijn we eigenlijk allemaal werken we met PAL, behalve Frankrijk. En Frankrijk werkt dan weer met CCAM. En dat is gewoon weer een andere videostandaard die ook in andere delen van de wereld wel veel gebruikt wordt. En wat doen deze dingen nou eigenlijk? Het zijn dus videostandaarden en ze zijn eigenlijk ontwikkeld in de tijd dat televisie kleur kreeg. Dus voordat je kleurentelevisie had, had je natuurlijk alleen maar zwart-wit. En op een gegeven moment kwam er kleurentelevisie en toen moesten er een soort van afspraken gemaakt worden over hoe die kleuren dan werden weergegeven. En natuurlijk is de hele wereld het daar niet over eens en ontstonden er verschillende videostandaarden die op verschillende manieren met kleuren omgingen. En, om het nog ingewikkelder te maken, hadden ze niet alleen verschil in de manier waarop ze met kleuren omgingen, maar ook in hoeveel pixels de beeldverhoudingen waren en hoeveel frames per seconde ze draaiden. We hadden het natuurlijk hiervoor eventjes over 24 frames per seconde en 25 frames per seconde, eventueel 50 frames per seconde. Nou, 25 frames per seconde, waar ik net van zei, dat is standaard in Nederland, dat is dus PAL. PAL is 25 frames per seconde, CCAM ook trouwens, dus dat is dan wel weer makkelijk. Maar NTSC, dat is 29,97 frames per seconde. Ik snap dat nooit zo goed. Zo van, ja. Hoezo nou 0,97? Maar goed, er zullen hele slimme mensen reden voor hebben dat het moest zijn. En volgens mij heeft het te maken ook met de spanning die uit de muur komt. Want hier komt natuurlijk een andere stroom uit de muur dan in Amerika. Waar ze gewoon een andere volt hebben. Oh, ik moet hier niet te veel over zeggen, want ik weet hier eigenlijk niet genoeg van. Mag je hier meer over weten, mag je altijd je kennis delen hieronder voor degene die dat graag willen weten. In elk geval, voor mij is het genoeg om te weten dat de framerate anders is bij PAL en NTSC. En wat er nou tegenwoordig gebeurt, dat is wel interessant, is dat we hebben hier natuurlijk in Nederland, in Europa, hebben we natuurlijk heel veel apparaten die in Amerika zijn ontwikkeld. Die komen dus
naar ons toe. En over het algemeen, als je dit soort camera's hebt, die worden dan geleverd met ook een optie om in PAL te filmen. Maar smartphones niet. Smartphones, die krijgen gewoon de NTSC-video mee. En daar moet je het dan maar mee doen. En omdat NTSC nou toch een moeilijke framerate heeft, 29,97, dachten ze, weet je wat, we ronden het af naar 30. Dus in je smartphone vind je heel vaak 30 fps. En dat is eigenlijk een soort overblijfsel van NTSC. Nou zijn er wel smartphones die ook 25p hebben ingebouwd, 25 frames per seconde. Dat is dan heel vriendelijk van ze dat ze ook de Europese standaard erin hebben gezet. Maar die dingen zijn tegenwoordig wel iets minder belangrijk geworden, omdat ja, die framerates die hadden gewoon te maken met de oude televisies, de beeldbuizen. En tegenwoordig hebben we dat gewoon eigenlijk niet meer. We hebben gewoon smartphones en computers en die werken allemaal een beetje hetzelfde overal. Dus het maakt niet meer zo heel erg veel uit. Dus als je nu op 30p filmt, dan is dat helemaal niet erg. Vroeger in de tijd dat alles voor televisie was, dat we met dit soort camera's filmden en het moest op televisie komen, nou dan moest je zorgen dat je in Nederland 25p draaide, dat je PAL draaide om het in Nederland op televisie te kunnen laten zien. Voor YouTube maakt het allemaal niet meer uit, je ziet het verschil niet. Die montageprogramma's die kunnen alle soorten framerates door elkaar gebruiken, dus het is allemaal makkelijker geworden. PAL en NTSC hadden trouwens nog een verschil, namelijk dat ze ook nog eens andere pixelverhoudingen hadden. We hadden natuurlijk eerder al over het aantal pixels wat HD en SD was en ja, PAL en NTSC en CECAM hadden daar dus ook weer andere standaarden in. Wat een chaos, hè? Nou, we komen zo meteen nog eventjes op de pixelverhoudingen. Eerst nog iets anders. Moet je niet nog even zeggen wat PAL en NTSC voor staat? Ja, oké. Nou ja, om je eerlijk te zijn, ik weet niet de officiële termen van PAL en NTSC. Volgens mij is NTSC iets van... Nee, ik weet het niet eens. Ik weet gewoon niet waar het voor staat. Video, standaard, whatever. In elk geval, we zijn natuurlijk in Europa het niet eens met NTSC. En NTSC-mensen die denken weer dat PAL prut is. Oftewel, in Europa zeggen we over NTSC dat is never the same color. En in NTSC-land zeggen ze over PAL dat het picture always lousy. Dus, you know, zo denken we over elkaar. En als je het dan hebt over oude tv's, dan moet je het ook hebben over interlaced en progressive. En dit is zeker iets wat je nog tegenkomt in camera's die je nu ook vandaag gebruikt. Want dit zie je wel als je in je menu gaat selecteren hoeveel frames per seconde je wil filmen. Of wat voor kwaliteit je wil filmen, dan zie je vaak een P staan. En dan staat er bijvoorbeeld 25p. Of afhankelijk van het soort camera of van het menu wat je hebt, staat er 1080p. Die P dus staat altijd voor progressive. Soms zie je i staan. En dan gaat het over interlaced. Je ziet bijvoorbeeld 50i of 1080i. Wat je ook nog wel eens ziet is 1080p25. Nou ja, we moeten het hebben over die p en die i. Want de p is dus progressief. Dat is de standaard tegenwoordig. Maar in de tijd dat we dus nog beeldbuizen hadden en oude tv's, was het allemaal interlaced. En wat is interlaced nou eigenlijk? Nou, ooit is er bedacht dat om beeld er soepeler uit te laten zien, dat het dan slim was om niet het hele beeld in één keer te projecteren. Maar eerst de ene helft en dan de andere helft. Maar wacht even, ik ga dit even voor je tekenen, zodat het misschien duidelijker wordt. Heb ik hier een stift? Nee, ik heb het daar niet in. Of een rode stift. Een rode stift. Nou, daar wordt het vast ook wel duidelijk mee. Oké, je beeld. Nu ga ik eventjes een SD-beeld gebruiken, hè? Want dat... Nou, dit is eigenlijk vierkant geworden, maar maakt niet uit. Dit is je videobeeld. En als je dat videobeeld wil opdelen, nu gaan we het even ingewikkeld maken. Wat interlaced doet, is eigenlijk je beeld verdelen in allemaal streepjes. Dus video werd opgebouwd uit allemaal lijnen. Dit soort lijnen. En wat ze dan deden, is eerst de ene helft van de lijnen, namelijk de bovenste, of de even lijnen, projecteren. En daarna de onderste. Dus... Kunnen we dit nog duidelijker maken? Blauwe erbij. Yeah. Oké. Nou, hier hebben we dan een beeld wat, laten we zeggen, progressief is. Dat alle lijnen in één keer worden gepresenteerd, zeg maar. Die komen allemaal tegelijk. Interlaced is zo dat het dan de oneven lijnen... Zo, ik maak eventjes... om de lijn maak ik een blauw. Zo. Interlaced, wat ze dus deden, is dan eerst de rode lijnen laten zien en daarna de blauwe lijnen. Dus om en om. Dat was eigenlijk dus eerst dit en dan die ertussen. En dat om en om. Dus wat je de hele tijd had, is eigenlijk één frame bestond uit twee halve frames.
En dat is dus die interlaced. Dus daarom zie je ook wel eens in camera's 50i staan. En 50i, dat betekent dus 50 interlaced, dus wel 50 halve beelden. Dus 50i is hetzelfde als, maar niet hetzelfde, maar 50i is evenveel beeldjes per seconde als 25p. Want 50i zijn dan 50 halve beelden. Ja, dit was dus eigenlijk puur om te zorgen dat het beeld soepeler liep door het om en om af te spelen. En je zag het dus voornamelijk op het moment dat je video vroeger pauzeerde, dan kreeg je, als je dan in een beweging, zag je dan die streepjes. Ik heb wat oud materiaal opgezocht en dat zal ik hier eventjes laten zien. Dit is oude video die ik zelf ooit gedraaid heb. En hier zie je het, als ik het pauzeer, dan zie je hier heel goed de streepjes. En dit is ook precies waarom je dit moet weten. Want het kan natuurlijk best wel zo zijn dat jij nog oud materiaal hebt liggen wat interlaced is. Of dat je hebt gewerkt met een camera die per ongeluk op interlaced stond. Als je het dan verkeerd inlaat in je computer of in je montageprogramma. En het verkeerd combineert met materiaal dat bijvoorbeeld progressief is. Dan kan het best wel zijn dat je dit soort streepjes krijgt als effect als je het exporteert. En dat is natuurlijk lelijk. Want je ziet het ook gewoon met het blote oog terwijl je het afspeelt. Zie je de streepjes en dat is gewoon, het is gewoon lelijk. Laten we eerlijk zijn. Dus je wil dit niet. Om dit goed te behandelen, dit soort materiaal, hebben al die montageprogramma's daar altijd goed rekening mee kunnen houden. Dus meestal, als je interlaced materiaal inladen, dan dat montageprogramma dat herkende dat dan en die zorgde dat die interlacing goed afspeelde. Mocht het dan niet zo zijn, dan kon je ook altijd nog de-interlacen. Dat is nog steeds een filter wat je eigenlijk aantreft in de meeste montageprogramma's, dat je de-interlace kan doen. Dus mocht je oud materiaal hebben wat nog interlaced is, dan kun je het de-interlacen. Ingewikkeld. In elk geval, vaak werd er dan ook nog gevraagd omdat je welke fields wil je dan? Want blijkbaar blauw en rood, dat is alle twee een field. Dus één interlaced frame bestaat uit twee fields. Dus je kunt dan de rode eerst of de blauwe eerst. Nou ja, dat verschilt dus ook weer per video standaard of de rode eerst komen of de blauwe eerst. En dan moet je de upper fields first of de lower fields first. Nou ja, ik vind het allemaal vrij ingewikkelde gedoe. En ik ben blij dat we hier eigenlijk niet meer mee te maken hebben tegenwoordig. Het is gewoon wel goed om te weten wat het is, dat het bestaat en dat je het nog steeds kunt aantreffen. En dat als je dus die lijntjes ziet een keer in een montage of in een export die je hebt gemaakt, dan weet je dat dat hetgene is wat er misgaat. Dan zit er ergens in de interlacing iets verkeerd. Dan moet je waarschijnlijk in je programma terug en daar zorgen dat je die interlaced. Of je kunt van tevoren je materiaal, voordat je het inlaat in je montageprogramma, kun je het ook door bijvoorbeeld een programma zoals Handbrake halen en het daarin omzetten en het daarin alvast de-interlacen en het dan in je montageprogramma inladen. En weet dus ook dat als je in jouw camera functies aantreft van 50p of 25p of 50i, dat je dan weet dat 50i echt iets anders is dan 50p. Bij 50p krijg je 50 hele beelden en bij 50i krijg je 50 halve beelden. Oftewel 25 hele beelden. Wat een ellende. Blijf weg bij die i. Nee, niet i filmen. Gewoon als je dat gewoon niet doet, dan zit je gewoon safe. Tegenwoordig hebben we geen interlaced meer. Interlaced was voor oude televisies en voor internet, voor computers is het gewoon allemaal progressief. Wat nog als laatste goed is om hierbij te vermelden is dat, mocht je nou werken met interlaced materiaal en je moet daar iets fatsoenlijks van maken. Ik heb dat zelf heel veel gedaan vroeger. Ik heb bijvoorbeeld dvd's gebrand voor een klant of voor een schoolopdracht. En dan was het nog wel eens lastig dat ik dacht, wat zijn nou de juiste instellingen hier? En wat ik dan meestal deed om te zorgen dat het goed kwam is, ja, maak maar die export uit je programma. En dan moest ik naar het dvd-programma om daar dan een dvd te branden van het materiaal. Dan ging ik die dvd vervolgens afspelen in de televisie waarmee ik het uiteindelijk wilde afspelen. En dan kijken, zie ik interlacing? Nee, dan heb ik het goed gedaan. Zie ik wel interlacing, dan moet ik terug en het anders exporteren. En dat is een omslachtig geheel. Maar dat was wel de manier waarop ik het altijd deed. Gewoon, even nadenken. Denken, volgens mij is dit de juiste instelling. En vervolgens testen. Dat is nog steeds een reden waarom ik eigenlijk, als ik video's heb geëxporteerd uit mijn programma, ook al heb ik geen interlacing meer tegenwoordig, altijd even kijken naar de export. Is het goed? Zie ik geen streepjes in de interlacing in de video? Weet je, zorg dat je goed controleert wat je hebt geëxporteerd en dat alle settings goed waren. Dan moeten we het als laatste nog hebben over pixelverhoudingen. En dat is iets wat ik echt altijd super ingewikkeld heb gevonden. En waar ik, en niet alleen ik volgens mij, maar heel veel mensen best wel veel fouten mee hebben gemaakt. Omdat het gewoon ingewikkeld was. Gelukkig hebben we daar nu veel minder vaak mee te maken. Maar je komt het nog steeds wel eens tegen. Dus daarom ga ik je proberen uit te leggen wat er aan de hand is. Nou,
televisies vroeger en de oude camera's die op video draaiden, die hadden pixels die niet vierkant waren. Ja, waarom weet ik eigenlijk ook niet. En computers hebben altijd vierkante pixels. Computers zijn starre, rechtlijnige apparaten die gewoon vierkante pixels hebben. Dus, om dat maar even duidelijk te maken. Dit is dan een computerpixel, hartstikke vierkant. In hoeverre ik dat goed kan tekenen. Nou, video had dus soms pixels die niet helemaal vierkant waren. Dus dit is dan een videopixel bijvoorbeeld. Ja, hoe krijg je nou een videopixel? Ik bedoel, dat moet je dus gaan vertalen. Je moet zorgen dat als je je materiaal in de computer gaat zetten, dat dan de juiste vertaling kreeg van de pixels. En dat was natuurlijk in het begin geen probleem, want in het begin was video gewoon, dat werd alleen maar afgespeeld op videocamera's en op videoafspelers. Videoafspelers of videorecorders. En dat werd op televisie, werd dat soort materiaal uitgezonden. En op een gegeven moment was dat niet meer zo. Op een gegeven moment deden de computers steeds meer hun intrede en gingen we op computers monteren. En daardoor moest dat analoge videomateriaal moest omgezet worden naar de computer. En rechthoekige pixels moesten worden vertaald naar vierkante pixels in de computer. En dat was lastig. Zeker omdat niet alle soorten video dezelfde soort verhoudingen van pixels hadden. In principe is het dus zo, als je videomateriaal inlaat wat rechthoekige pixels heeft en je gaat dat afspelen op een computer die niet doorheeft dat die pixels een andere verhouding moeten hebben, dat je beeld een beetje wordt samengedrukt. Krijg je bijvoorbeeld dit effect. Ja, als je dat soort beeld ziet, dan weet je dus dat je verkeerde pixelverhoudingen hebt. Maar het lastige hiervan is gewoon dat er ook niet één soort pixelverhouding was. NTSC en PAL hadden natuurlijk andere pixelverhoudingen. Gelukkig was het wel zo dat, nou ja, in die tijd werden de montageprogramma's voor op de computer ontwikkeld. En de makers van die montageprogramma's wisten natuurlijk heel goed dat we te maken hadden met rechthoekige pixels en dat de montageprogramma's die pixelverhoudingen moesten interpreteren en zorgen dat dat er op de computer goed uitzag. En dat dan daarna, als je dat dan vervolgens ging exporteren en weer terug afspelen op een televisie, dat er dan nog steeds goed uitzag. Vrij ingewikkeld dus allemaal. Maar die montageprogramma's waren daar wel op ingedeeld en detecteerden in feite wat voor soort pixelverhouding het materiaal was. Meestal ging dat goed, soms niet. Het werd bijvoorbeeld ook lastig wanneer je materiaal met verschillende pixelverhoudingen samen ging gebruiken. Bijvoorbeeld voor het nieuws zal het regelmatig zijn gebeurd dat er werd gefilmd in de televisiestudio's van Hilversum met PAL-camera's. En vervolgens kregen ze materiaal aangeleverd uit Amerika wat NTSC was en dus een andere pixelverhouding had, een andere interlacing, een andere framerate. Verschrikkelijk! Dat moest allemaal worden omgezet naar dezelfde pixelverhoudingen en zo om te zorgen dat het matcht met het beeld dat we in Nederland hebben opgenomen. Maar goed, over het algemeen kon je dus redelijk goed wel daarmee omgaan als je wist wat je aan het doen was. En toen kwam er ook nog weer breedbeeld. Want tot nu toe heb ik het eigenlijk gehad over SD en in SD had je verschillende pixelverhoudingen. En toen kwam er breedbeeld en ook voor breedbeeld waren er weer andere pixelverhoudingen. Zeker omdat er op een gegeven moment HD werd uitgevonden, zoals ik aan het begin van de video heb besproken. En HD was dan groter, meer pixels. En zoals ik al zei aan het begin van de video, dat was ook lastig. Want die camera's en televisie moesten dus meer pixels gaan verwerken. Daarvoor bedachten ze dus al een kleinere semi-HD formaat. Maar een andere oplossing om dat HD aan te kunnen met de processors die in de camera zitten, was om de pixels gewoon een beetje te veranderen. Dus dan gingen ze bijvoorbeeld HD opnemen niet op 1920x1080, maar op 1440x1080. Dan heb je dus in de breedte minder pixels. En die pixels die rek je dan gewoon een beetje uit, waardoor je toch weer HD hebt. Dat was dan anamorphic HD. Dus 1440x1080 is nog steeds een pixelverhouding die je regelmatig zal tegenkomen in verschillende camera's, in montageprogramma's. Het is een heel standaard formaat. En het is dus ook wel zo dat de meeste montageprogramma's, als je daar materiaal in gooit en dat is 1440x1080, dan zal dat montageprogramma meteen denken, oh, dat is zo'n... Dat is een andere pixelverhouding, die noemen we dan anamorphic HD en die zal meteen je pixels uitrekken. Maar ja, dat is in de gunstige situatie, want het gebeurt dus best wel vaak dat mensen verschillende soorten beeldmateriaal combineren. Stel nou dat je bijvoorbeeld 1440x1080 anamorphic HD gaat monteren en je hebt een tijdlijn gemaakt, die is anamorphic HD. Vervolgens sleep je daar een foto in. Een foto, ja, dat komt uit een fotocamera, dat heeft vierkante pixels. Dat is gewoon weer een andere medium. Dus zodra je een foto dan in een tijdlijn sleept die anamorphic is, dan gaat die foto dus ook vervormd worden. Want dan gaat je montageprogramma dus de pixels van die foto interpreteren alsof het langwerpige pixels zijn. Dus je gaat hem dan uitrekken.
Dat was allemaal vrij gevoelig voor fouten. En dat is iets wat je nog steeds wel kan aantreffen. Als je bijvoorbeeld op YouTube oude videomateriaal treft. Of oud materiaal van, weet ik veel, televisieprogramma's. Wat iemand in de computer heeft geladen en op YouTube heeft gezet. Dan kan het best zijn dat je denkt, het beeld is een beetje vervormd. Ja, dan heeft hij gewoon niet de juiste pixelverhoudingen gebruikt. Dat kan, dat je dat aantreft. Nu weet je dus wat er dan aan de hand was. Gelukkig is het tegenwoordig allemaal makkelijker geworden. We hebben niet meer te maken met langwerpige pixels, maar gewoon lekker vierkante pixels. Ik leg dit lekker weg, zo. Want camera's zijn tegenwoordig niet heel veel anders meer dan computers. Computers zijn computers met vierkante pixels en camera's zijn eigenlijk ook computers geworden. En camera's hebben ook gewoon vierkante pixels, over het algemeen tegenwoordig. Dus dat maakt uiteindelijk dat de vertaling tussen die verschillende formaten, dat het allemaal niet meer nodig is. En dat het monteren tegenwoordig een stuk makkelijker is geworden, omdat we gewoon eigenlijk één soort materiaal hebben tegenwoordig. Uiteindelijk zullen al deze dingen die ik hier verteld heb steeds minder terug te vinden zijn in onze camera's, in onze televisies en de montageprogramma's. Tegenwoordig kom je het nog wel tegen, maar het is gewoon iets wat je steeds minder tegenkomt. PAL en NTSC is iets wat je nog wel aantreft, maar zoals ik al zei toen ik het daarover had, is dat ook dat is niet echt meer belangrijk. Zeker als jij gaat filmen gewoon met je smartphone en je wilt op YouTube zetten. Dan maakt PAL en NTSC niet meer uit. Want op YouTube ziet alles er hetzelfde uit. En YouTube kan toch wel alles vertalen. En de montageprogramma's kunnen werken met PAL en NTSC. En dingen door elkaar. Het maakt niet meer uit. Het maakte vroeger alleen uit voor televisie. En volgens mij is het nog steeds wel zo dat op televisie PAL en NTSC wordt gebruikt. Maar ik denk eigenlijk dat dat ook wel zou gaan veranderen. Het maakt ook nog uit wanneer je te maken hebt met audio en video wat je apart draait. Het kan zijn dat als je met video met 25 hebt gedraaid en je werkt met audio, die moet dan ook 25p zijn. Dat zijn dingen, weet je, wanneer je dingen moet gaan synken met elkaar, dan kan het zijn dat je nog last hebt als je verschillend materiaal gebruikt. Maar zelfs dan is het me ook wel gelukt om het nog te kunnen synken. Dus ja, weet je, uiteindelijk denk ik dat dit allemaal niet meer iets is waar je echt op hoeft te studeren, omdat het gewoon oude techniek is die steeds meer naar de achtergrond zal verdwijnen en die je alleen nog maar treft wanneer je met oud materiaal werkt. Dus mocht je dit soort dingen tegenkomen in materiaal wat je gebruikt, in camera's die je gebruikt, dan weet je nu wat er aan de hand is. Dan weet je nu waar je op moet letten. En mocht je nou nog tegen iets aanlopen dat je denkt, oh ja, dat is iets wat ik hier in deze video heb gezien, dan kan het best wel zijn dat ik hier in deze video niet diep genoeg ben ingegaan op het onderwerp. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want er valt nog veel meer over te zeggen. Dan zou ik je aanraden om gewoon eventjes te googlen en zelf uit te zoeken hoe het precies zit met die camera waar je mee werkt of met het materiaal wat je gebruikt. Nou, tot zover deze video. Ik ben heel benieuwd of jij nog aanvullingen hebt. Dat zal best, want ik ben totaal dus niet volledig hier geweest. Ik ben heel benieuwd wat jij nog extra ons kunt vertellen over deze techniek. Laat vooral je reacties achter in de comments hieronder. Of je vragen als je die hebt, want dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En voor nu, veel succes met filmen en monteren met dit soort ingewikkelde technieken.